waarschijnlijk een beetje moeilijk te verstaan aan boord van Drifter 22 Doet Bella. Maar het is zaterdag, het is 8 november 2014 en het traditioneel paddenweekend, de 20e aflevering, is vanaf het Dillersduin onderweg naar de eiland Wallen. We hebben een licht vloedstroompje nog mee. Het is de springtijd, dus veel water op de platen. En toch niet al te veel zoals ik daar zie. Even kijken. Nee, aan de oostkant van de eiland Wallen komt er een bank. En we zijn op weg naar Lauwersoog. We zijn weg naar Lauwersoog, want het weerbericht is toch een aantrekkende 5 tot 6, later mogelijk 7 uit het zuidoosten. Met een verlaging van een halve meter erin. En iedereen moet ook weer doen waar hij voor betaald wordt elk eind van de maand. Dus onder het genot van deze prachtige plaatjes van Drifter 22 Salvator. Steek ik op Stella de eilanden ballig over. Nee, dat zal geniet worden. Toevallig ligt Salvator ligt mee, maar met dat tegenlicht kunnen we u ook tonen Cruiser White, prachtig, prachtig, hoe dat bootje er overheen loopt. Cruiser White en in de verte Zilf. En als we nog dan zien we het zeeschap. En het pakbord over het hek. De Coast Guard hier. En Orion. Heel in de verte misschien nog. Het Willemsduin. Waar we het gisteren hebben doorgebracht. Heerlijk gewandeld. En bijgeslapen. Oké, ik geef het toe. Admiraal aan stuur, uit roer, sorry. Dit was Drifter 22 Doetsbella vanaf een vrij fris, maar wel helder oostelijk bad. Waar wij werkelijk genieten dat dit een lust is. Sorry, dit is beter. De beelden voor zich spreken en het niet lang zal duren voor wij overstag gaan. Dit was Drifter 22 Doetsbella.